en welkom op deze bijzondere dag. 4 mei, dodenherdenking. En we zullen daarom ook extra aandacht besteden aan dit bijzondere feit. We herdenken gelukkig nog elk jaar. Ook al is het begin van de Tweede Wereldoorlog al 79 jaar geleden. Opdat wij niet vergeten. Vandaag in Spakenburg Nu de volgende onderwerpen. DARP. Beleeftuin De Haven. Interview met overlevende kamp Westerbork en lentegeluk. De DARP-competitie. DARP staat voor dinsdagavond rond- en platbodemcompetitie. Deze wedstrijd wordt sinds 1984 op het Eemmeer bij Spakenburg gevaren en is op 19 april weer gestart. De DARP-wedstrijd wordt elke dinsdag tussen april en oktober gehouden op het Eemmeer. En bij bijna alle wedstrijden wordt gevaren met een handicap-systeem. Het idee achter een handicap is dat alle boten gelijke kans hebben tijdens de wedstrijden. Of u nu wel of niet van varen en of botters houdt, iedereen zal het ermee eens zijn. Het is een prachtig gezicht op het Eemmeer. Van de zoemen ach en zon is zoals misschien mijn jork of lieve kas. Naar de middellijkse zee nog even kieken met wij, maar op zeker weer helemaal los. Lekker leggen op het strand, een grote cocktail in mijn hand. En dan zomers op een top met een bruggenkop, met mijn maatjes mee. Maar aantal zaak te lang, in het putte lang bin. Dan krieg ik zit in mijn buk. En dan denk ik maar één ding. Ik blijf er altijd bij jou. Je henning had te steunen. En bij alles wat ik doe, blijf ik het in mijn hart zuivelen. Overal geweest, maar een mooier daarop is er niet. Spakenburg voor altijd. De beleeftuin bij zorg- en wooncentrum De Haven krijgt nu echt vorm. Wat is een beleeftuin nu eigenlijk? Emmy sprak met Martin Elbertsen. Martin Elbertsen, manager zorg zie ik staan. We staan hier voor de beleeftuin. Wat moet ik me nou echt voorstellen bij een beleeftuin? Ja, het woord zegt het eigenlijk al. Hè? Er is hier van alles te beleven zometeen. En mijn kantoor is daarboven en als ik dan naar buiten kijk, dan zie ik al die contouren ontstaan en daar word ik blij van. Ja. Dan denk ik, oh, dit gaat heel mooi worden voor onze bewoners die straks vrij in deze tuin kunnen lopen en daar al hun zintuigen kunnen gebruiken. Ja. Er valt wat te zien, er valt wat te ruiken. De fruitbomen geven vruchten die je kan proeven. Alle zintuigen worden eigenlijk geprikkeld. Die fruit wat je ook kunt zien in wording. Ja, dat klopt. En stel je voor, bakken met groenten, kruiden, aardbeien, maar ook dieren gaan we hier huisvesten. We denken aan konijnen, een geit, kippen, dus de verse eitjes kunnen we ook gebruiken. Nou, en al die mooie dingen die kunnen we ook weer gebruiken in onze brasserie, hè, die daar ligt. En zo proberen we het allemaal aan elkaar te verbinden en het zo mooi mogelijk te maken voor onze bewoners. U zegt van ze kunnen vrij rondlopen. Dat klonk nogal nadrukkelijk. Wat zit daarachter? Dat klopt, want deze tuin die wordt afgesloten. Nu zie je nog dat je een doorgang hebt aan die kant en daar. Dat gaat allemaal dicht. Dus alle mensen kunnen hier vrij rondlopen zonder dat ze echt de tuin uit kunnen. En dat is met name natuurlijk voor de mensen die hier wonen met dementie heel belangrijk, zodat ze veilig rond kunnen lopen. In deze tuin zul je dus ook geen gevaarlijke dingen vinden. De waterpartij hebben we er niet meer in. De vijver is eruit. Maar we gaan wel een waterpartij maken, bijvoorbeeld een mooie ton met een pomp. Dan kun je lekker oefenen, ziet het water lopen. En zo proberen we allerlei dingen te bedenken die de mensen van vroeger ook herkennen. We willen ook echt een waslijn, een echte link hier gaan maken, zodat de was in de tuin kan wapperen. En dat roept herinneringen op van vroeger.
Ja, dat is mooi. Mogen ze hem er ook zo met die duimen weer in doen? Ja, natuurlijk. Want je ziet dat de gebouwen hierachter, die zijn bijna voltooid. In september gaan onze eerste groepen die we nu nog in het oude gebouw, wat is oud, hè? Dat is eigenlijk ook niet oud, maar gaan we verhuizen naar de nieuwbouw. En nou, dan wonen ze eigenlijk zeg maar midden in die beleeftuin. En, nou, en dan doen ze de was op die groepen zelf. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat je met een bewoner naar buiten gaat en zegt, kom mevrouw, we gaan de was ophangen. En een uitdaging. Ja, een uitdaging, maar wel een hele mooie uitdaging. We hebben daarvoor andere beleeftuinen in Nederland bezocht en heel veel inspiratie opgedaan. En we hebben er gewoon helemaal zin in. Nou zie ik hier bijvoorbeeld al een terras, maar hier verder nog niks. Hoe is het tijdplan? Ja, eigenlijk wordt deze tuin in 3 fases opgebouwd. We zijn begonnen met het terras waar we nu op staan. Want we hebben gezegd, ja, als we mooie dagen hebben, willen we wel dat de mensen buiten kunnen zitten. Dus die moet eerst klaar. Nou, dat is klaar. Vervolgens gaat de hele binnentuin klaargemaakt worden. Dat hopen we zeg maar in de zomer klaar te hebben, zodat de mensen daarvan kunnen gaan genieten. En als laatste gaan we daar langs de woongebouwen, de tuin die bij het woongebouw echt hoort. Dus dat is een soort beschermde tuin bij het woongebouw. Dat is de laatste fase. En dan kun je vanuit die beschermde tuin kun je ook verder de tuin in. Dus je kan eigenlijk kiezen, wil ik in mijn eigen tuin blijven of wil ik die grote tuin in? En nou, dat is per bewoner verschillend. De een die kan het prima aan om een grote wandeling te gaan maken. De ander is gebaat bij een beschermde kleinere tuin. En we hebben ook allemaal organische vormen gemaakt hier. Dat zie je ook, hè? Zie je eigenlijk al ontstaan. Geen rechte lange paden. Om te voorkomen dat je ergens staat en je loopt een beetje moeilijk. En als je een heel lang pad voor je ziet, dan wordt dat moeilijker. En nu heb je een hoekje en er is weer wat te zien, er is weer wat te beleven. Het is overzichtelijk geworden. En het geeft natuurlijk een gevoel van vrijheid. Ja, want wij hebben nu nog gesloten afdelingen, maar daar gaan we mee stoppen. Wij hebben zometeen geen gesloten afdelingen meer. We hebben in de hele visie eigenlijk het helemaal omgedraaid. Want we hebben gezegd, iedereen die woont in de nieuwe woongebouwen mag overal heen. Als hij dat aan kan. Want iedereen heeft wel iets bij zich, zodat er met domotica gewerkt kan worden. En als iemand bescherming nodig heeft om bijvoorbeeld niet de straat op te gaan, nou, dan wordt hij bij de voordeur daarvoor beschermd. Hoe? Middels een polsbandje of iets anders. En nou, er zitten bakens bij alle deuren. En je kunt het per cliënt inregelen wat hij wel en niet kan en mag. Maar dan gaat die deur gewoon niet open? Dan gaat die gewoon niet open, nee. En dan is er toch weer dat gevoel van ik wil eruit en ik kan er niet uit. Ja, maar de levensomgeving is zoveel groter geworden. Nu ben je beperkt soms tot een enkele afdeling met 1 voordeur. Nu heb je een hele grote tuin. Je hebt een centrale hal, een brasserie waar je in kan. Dus de drang om echt weg te willen, naar buiten te willen, die zal nagenoeg verdwenen zijn. Wat zal dat heerlijk zijn. Ja, daar kijken we ook echt naar uit. Ja. We zien hier de contouren. Druk bezig iedereen. Wat gaat waar komen? Ja, je ziet dat wij ook gedacht hebben aan een stukje duurzaamheid. Want je ziet dat er 2 priëlen staan. Die hadden we al in onze oude tuin. Dus die hebben we herplaatst. Die gaan we hergebruiken. Nou, dat metalen zeg maar overkapping die je daar ziet, dat is onze oude fietsenstalling. Die gaan we niet meer als fietsenstalling gebruiken. Die hebben we herplaatst en die gaan we laten begroeien met mooie klimplanten. En daar kan je ook zitten. Zo komen er overal plaatsen waar je lekker kan zitten, kunt genieten. Alleen of met je familie of met een vrijwilliger of met iemand van de zorg. In de hoek hier recht voor mij, daar komt eigenlijk de boerderijhoek. Daar willen we de dieren gaan huisvesten. Hier zal een soort pad komen met allerlei vormen van bestrating. Je kan denken dat we boomschors doen een stukje en dan doen we een stukje grind. En zo heb je steeds een andere beleving als je loopt. Er komen ook speeltoestellen voor mensen die daar echt gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking en dementie, die gaan wij hier ook krijgen. Houden erg van schommelen. En die houden erg van schommelen, dus we gaan zo'n hele grote schobbel hier in de tuin plaatsen. Een zandbak voor kinderen, zodat als de kleinkinderen op bezoek komen, dat ze daar ook gebruik van kunnen maken. Ja, en hoe leuk is het om naar je kleinkind te kijken die hier lekker in de tuin speelt.
Nou, en er zullen fruitbomen komen, bloemen, bakken op niveau waar je met je rolstoel onder kunt, zodat je ook zelf mee kan doen met het tuinieren. Nou, en zo hebben we allerlei dingen bedacht. Een vlinderhoek, een hoek waar allemaal vogelhuisjes komen te hangen. Het wordt prachtig. Ik raak er helemaal enthousiast van. Ik ook. We zijn heel benieuwd. Als het klaar is, komen we weer. Ja, dat moet je zeker doen. Dan laat ik het graag nog een keer zien. Hartelijk dank. Graag gedaan. Op 11 april beleefden de kinderen van groep 7 van de Groen van Prinsterenschool een bijzondere ochtend. Eva Weil, een 86-jarige Joodse dame die kamp Westerbork overleefde, vertelde haar indrukwekkende verhaal. En dat wilde ze ook aan ons vertellen. Ik ben Eva Weil. Ik ben 83 jaar. Ik heb de oorlog overleefd in het kamp Westerbork. Mijn ouders zijn Duitse Joden die in 1934 uit Duitsland gevlucht zijn. Naar Arnhem toe, daar ben ik geboren en daar ben ik opgegroeid totdat wij dan om 1942, dat wij dus naar Westerbork moesten. En sinds 10 jaar spreek ik voor scholen met als motto nooit meer Auschwitz. Ik was uitgenodigd bij de Groen van Prinsterens school om op 11 april om daar mijn overlevingsverhaal te vertellen. En ik had groep 7. En dat zijn 10-jarigen. En ze waren een en al aandacht. En ik vond het heel bijzonder. Nou ben ik dat wel gewend. Want ik ben aangesloten bij het herinneringscentrum Westerbork. In Drenthe. Waar dus het kamp Westerbork was. En daar zijn wij als gastsprekers aangesloten. En wij krijgen dus al jaren, doe ik dit, al meer dan 10 jaar spreek ik voor scholen. Dus ik ben het gewend en ik pas me aan bij de leeftijd. Want ik zelf was dus 10 toen de oorlog voorbij was. Dus ik zorg meteen dat die kinderen weten van, oh, toen ik 10 was, was mevrouw nog gevangen. En dat breng ik ze meteen bij. Dus ze zijn meteen in die sfeer. En dat voelen ze heel goed aan. En ik zie aan hun gezichten dat ze een en al aandacht zijn. Dus ik vond het een zeer interessante ochtend. Ik heb dus de kinderen verteld dat mijn ouders Duitse Joden waren. Die dus uit Duitsland weggegaan zijn. Al heel vroeg, 1934. Ik zelf ben in Arnhem geboren. En we hebben het eerste jaar in Arnhem gewoond. En toen hebben de nazi's natuurlijk Nederland ook bezet. En was het oorlog en waren dus mijn ouders weer gevangen, bij wijze van spreken. En wij moesten dus naar het kamp Westerbork. Maar in die tijd wist men niet zoveel wat er allemaal aan de hand was. En het kamp Westerbork bestond nog niet zo gek lang. En het was oorspronkelijk een vluchtelingenkamp. Want al die Duitse en Oostenrijkse Joden die gevlucht waren, die werden door de Nederlandse regering ondergebracht in een vluchtelingscentrum. Hetzelfde wat er dus in 1939 gebeurd is wat er dus nu deze jaren gebeurd is. Dus er verandert ook niks in de wereld. Maar in ieder geval, wij moesten dus naar Westerbork. En mijn ouders zeiden tegen mij, wij gaan verhuizen. Want wij moesten dus spulletjes pakken, kleine koffertjes pakken. Want wij mochten dus wel spullen meenemen. Dus wij vertrokken. En mijn ouders zeiden gewoon, we gaan verhuizen. Dus ik vond dat wel spannend. Maar dat was gauw veranderd toen wij eenmaal daar aankwamen. Wat gebeurde toen? Toen wij aankwamen, toen werden wij dus in barakken gedaan. En dat was een grote schrik. Want zo'n 40 meter lange barak, een houten barak, waar alleen vrouwen met kinderen waren. Dus ik was gescheiden van mijn vader. Die zat in een andere barak. En ja, met mijn moeder en dan nog zo'n 350 andere vrouwen en kinderen.
in stapelbedden. Waar, ja, je voelde de ijzeren matras eronder, het gestel van die stapelbedden. En het was ijskoud, het was eind januari 1942. Het was vreselijk. Maar destijds werden kinderen vergehouden van alle leed. Het is niet te vergelijken met vandaag. Dus mijn moeder die nam me in haar armen en zei, het gaat weer over, weet je, het duurt niet zo lang. En ik ben bij je. En dat was de troost. En zo was het die hele tijd door. Van mijn zesde tot mijn tiende jaar. Dat mijn moeder eigenlijk altijd zei, geloof in me, het gaat over. En dan is het weer, gaan we weer hier weg. Nou, en dat geloofde je toen. Ik krijg wel eens de vraag of ik de Duitsers kwalijk neem, de Duitsers nu, of de Duitsers toen, kwalijk neem wat ze met de Joden gedaan hebben. De vraag beantwoorden van de Duitsers nu, neem ik niets kwalijk. De Duitsers nu hebben geen verantwoording voor de Duitse verleden. Ze hebben alleen verantwoording voor de toekomst. Daar is niemand meer schuldig. Destijds, wat er destijds gebeurd is, was natuurlijk afschuwelijk. En daar griezel ik van als ik denk dat ik een kampcommandant zou ontmoeten. Of iemand anders die een leidinggevende functie had in de nazi-tijd. Daar kan ik niet over vergiffenis spreken. Ik zou weglopen, ik zou niet handtastelijk worden of iets doen. Maar ik zou weglopen en natuurlijk neem ik het wel kwalijk wat er gebeurd is. Want men had een keuze. Men had een keuze om niet mee te doen. Maar ze hebben allemaal het hoofd omgedraaid. Ze hebben het hoofd omgewend en de schouders opgehaald. Omdat het antisemitisme zo sterk aanwezig was. Het antisemitisme, dat is de achtergrond waarom zoveel Duitsers meegelopen hebben. Want het antisemitisme was in die tijd, in de dertiger jaren, zeer sterk aanwezig, met name in Duitsland. Er was in Westerbork een nazi-commandant. En we hebben in Nederland een bekende journalist, verslaggever, tv-maker Ad van Liemt, die, dat is in allerlei kranten al besproken, die dacht dat hij wilde graven in het verleden van deze kampcommandant, omdat hij zich niet voor kon stellen hoe iemand kan leven met op zijn geweten te hebben dat je meer dan 80.000 Joden de dood ingestuurd hebt. Totaal zijn er in Westerbork 107.000 Joden de dood ingestuurd. Maar een 20.000 waren al voordat Kemmerker kwam de dood ingestuurd. Dus hij had zoveel op zijn geweten. En die man heeft na de oorlog, nadat hij 6 jaar gevangen geweest was, heeft hij in vrijheid in Duitsland kunnen leven. Dus Ad van Liemt is dat alles nagegaan. En heeft een boek geschreven wat nu 9 mei verschijnt. Het wordt in Westerbork wordt het boek gepresenteerd. En dat wordt dus ook verteld in een documentaire die op 4 mei uitgezonden wordt door de NOS. Daar wordt in verteld over deze kampcommandant. En daar zijn allerlei mensen voor geïnterviewd en dat wordt dus uitgezonden op 4 mei, 's avonds om 9 uur op de NOS. Nog even dit. Mevrouw Weil zei, vandaag op zaterdag 4 mei zal om 9 uur vanavond een documentaire te zien zijn op de NOS over de kampcommandant Albert Gemmerke. Het is goed om te weten dat onder zijn verantwoordelijkheid zo'n 80.000 Joden, Roma en Sinti uit Westerbork naar de concentratie- en vernietigingskampen van de nazi's gingen. En uiteindelijk zat hij slechts 10 jaar vast, omdat nooit sluitend bewijs geleverd werd dat hij wist
wat de gedeporteerde te wachten stond. Een portret aan de hand van de gesprekken met ex-gevangenen, de Duitse onderzoeksrechter die de zaak behandelde en een kleindochter van Gemmeke. Na beide los zijn weer kuikens geboren. Geniet even mee van het prille geluk. In Spakenburg nu zag u de volgende onderwerpen. De DARP-zeilwedstrijden, beleeftuin De Haven en een gesprek met overlevenden van kamp Westerbork. Tot 11 uur vanavond kunt u het programma bekijken, maar ook op YouTube en op Facebook. Zondag, zoals altijd, los op zondag. En maandag geen uit de oude doos, maar de dodenherdenking zoals die in Bunschoten-Spakenburg gehouden werd. Dinsdag, het vrije item. Miranda sprak met Christine Duist over haar ziekte en alles wat daarmee te maken heeft. Woensdag alweer tijd voor Spakenburg nu. Ik wens u nog een heel mooi weekend.